Vandaag heb ik een shoplog voor jullie over wat dingetjes die ik heb gekocht toen ik in Amsterdam was afgelopen zaterdag. Ik ging dus naar Amsterdam samen met mijn moeder om gewoon wat te shoppen. En ik heb best wel wat leuke dingetjes gekocht, vind ik zelf. En die ga ik dus aan jullie laten zien. Ik ben bij heel veel winkels geweest, maar ik heb maar bij 3 winkels in totaal eigenlijk iets gekocht. En dat zijn JD Sport, H&M en Brandy Melville. En ik ga dus vandaag laten zien wat ik heb gekocht. En ik ga ook de beelden laten zien van wat ik aan heb. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dus laten we maar snel beginnen. Ik ga beginnen met de winkel waar ik het meeste heb uitgegeven. En dat is de H&M. Ik heb hier in totaal 60 euro uitgegeven. Ik heb ook het bonnetje, dus ik kan ook van alles de prijs vertellen, gelukkig. Als eerste heb ik een trui gekocht. Kijk hoor, deze was 20 euro. En het is zo'n een beetje mosterdgele trui. En ik vond dat die heel leuk was. En hij zat ook heel lekker. Deze was 20 euro. En het is maar zo'n, hoe heet dat? Gebreidachtig trui ding. Ja. Maar ik vond hem heel erg leuk. De aanbeelden komen trouwens allemaal aan het einde van de video. Het volgende wat ik heb gekocht bij de H&M is deze soort van trui met een rits hierboven. Deze was ook 20 euro uit mijn hoofd. Ja, 19,99, 20 euro. En het is dus zomaar zo'n trui met hier zo een rits die je open en dicht kan doen. En er staat dan op snatched. Ik vond hem echt heel leuk, want hij zit ook een beetje zomaar zo hoger in de hals als je hem dicht doet. Ik zal het even laten zien. Zomaar een beetje zo'n turtleneck, zeg maar. En ik vond dat het gewoon heel erg leuk stond. En ik vond de kleurtjes ook leuk. Dus deze heb ik ook meegenomen. En dan het laatste wat ik bij de H&M heb gekocht is een broek. Het is een zwarte high-waisted broek met van die gaten, rips, dingen hier. Ik denk dat jullie het heel goed kunnen zien. Ja, zo hier. Dat zit dan een beetje overal over de hele been. Ik vond deze gewoon heel erg leuk. Ik was ook op zoek naar een zwarte high-waisted broek. Hij is niet enorm high-waisted, maar ik vond het goed genoeg. En hij was maar 20 euro ook. Deze heb ik ook meegenomen. De volgende winkel waar ik was geweest is JD Sport hier. Ik heb maar 1 ding gehaald, maar ik vond het wel heel leuk. Het is namelijk een Adidas t-shirt die ik eigenlijk al best wel lang wilde hebben. Op het kaartje staat dat hij 32 euro was, maar hij was eigenlijk 30 euro toen ik hem ging afrekenen. Dus 2 euro achterover, okay. En het is gewoon zo'n simpel Adidas shirt. Met het Adidas logo, met van die witte dingen hier, strepen. En ik vond deze gewoon heel erg leuk en ik wilde deze dus al best wel lang hebben. En toen zag ik hem en dacht van waarom eigenlijk niet? Die hebben we ook gekocht. Dan komen we bij het laatste tasje aan. En dat is van de Brandy Melville. En dit is eigenlijk de reden dat ik heel graag naar Amsterdam wilde. Want ik wilde al best wel lang naar de Brandy Melville. Want ik weet niet. Ik had er wel vaker dingen over gezien. En ik vond het er altijd heel leuk uitzien. Hier in Den Haag heb je geen Brandy Melville. Dus dat is ook wel een van de redenen dat ik heel graag naar Amsterdam wilde daarvoor. En ik heb hier 2 dingen gekocht. Waarvan 1 trui die ik echt al heel heel lang wilde hebben. Deze trui was 35 euro. En ik vond hem zo leuk. Ik had deze trui al heel vaak voorbij zien komen. Ik vond hem zo leuk. En nu zag ik hem dus in die winkel. En ik had zoiets van, ik moet hem gewoon meenemen. Want deze trui wil ik echt wel heel lang hebben. En die heb ik hem eindelijk. Hij was 35 euro. Hij staat op USA met een Amerikaanse vlag eronder. En ik vind hem gewoon heel erg leuk. Er staat in dat het een maat M is, maar alles bij Brandy Melville is one size, dus ja. En het volgende en ook het laatste item gelijk wat ik heb gekocht is ook dus van Brandy Melville. Deze was, 18 euro. En het is een crop top met allemaal streepjes erop. Met rood, blauw, lichtblauw en wit. En ik vond deze ook gewoon heel erg leuk. En hij stond ook heel erg leuk, vond ik. En vooral met een high-waisted broek lijkt het me heel erg leuk voor in de zomer. En daarom heb ik deze ook meegenomen. Dat was alles wat ik heb gekocht in Amsterdam. En dan komen hier zo nu de try-on beelden. Ain't no love like a real love, but it goes.
heb gekocht. En ja, ik vind alle items die ik heb gekocht heel leuk. En ja, ik ben er dus ook heel erg blij mee. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dus ja, vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. En laat allemaal de reacties achter welk item je het leukste vond. Dat vind ik namelijk heel leuk om te lezen. En ja, vergeet natuurlijk ook zeker niet te abonneren als je nog niet bent geabonneerd. En ja, dan zie ik jullie weer bij een volgende video. Doei doei!